hartelijk welkom hier op de Vlakkenburg. Fijn dat u bent gekomen. Ik geloof dat er regels zijn hoe lang je elkaar een gelukkig nieuwjaar mag wensen. Maar mijn regel is dat mag altijd het hele jaar. Dus voor zover ik u nog niet gezien had, een bijzonder voorspoedig 2020, een heel gezond 2020. En met ons hier in dit prachtige buitenland van Roon hopelijk ook een heel mooi 2020. Want daar zijn we met z'n allen mee bezig. Heel hartelijk welkom in het bijzonder ook aan de burgemeester. Burgemeester De Witte die hier is. Ik heb ook wethouder Boenders al gezien. Leden van de gemeenteraad, ook anderen nog misschien. Ik ken ze niet allemaal meteen. Dus als ik u per ongeluk oversla, u bent in elk geval bijzonder hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Wij hebben vorig jaar een soort nieuwjaarsfeestje gehouden en dat was ons eigenlijk bijzonder goed bevallen. En toen zeiden we, nou dit jaar gaan we dat gewoon weer doen. En vlak na nieuwjaar was een beetje lastig, bovendien dan staat u allemaal nog op andere recepties. En we vonden het ook wel leuk er een paar dingen bij te organiseren. Een beetje workshops, een beetje rondkijken, van elkaar even horen wat er allemaal aan de hand is. Dus dat is nog wel een beetje iets meer dan een receptie. Ook leuk als er kinderen meekomen en dat die dingen kunnen doen. Dus vandaar dat we hebben gezegd, nou dan gaan we ietsje verder in januari en lekker op de zaterdagmiddag. En als we dan een beetje tijd hebben, dan zien we elkaar eens even en dan rommelen we een beetje aan. Er is mij gevraagd om hier een hele lange toespraak te houden, omdat je dat graag op zaterdagmiddag heel fijn vindt als je hier in zo'n stoel staat. Maar helaas is mijn oefening wat in het water gevallen, dus ik hou hem maar een beetje kort. Een paar dingen ga ik u toch wel vertellen, want nu we elkaar even treffen is dat wel goed om te weten. Het gaat goed met de coöperatie. We liggen op koers, we zijn volop bezig. We zeiden net hier al tegen elkaar met een paar mensen, dit is geen werk wat je even in een paar maanden of een paar jaar doet. Natuurlijk hebben wij een lange agenda. We kijken hier over een periode van 10 jaar. Maar we zijn met z'n allen aan de gang. En het loopt de goede kant op. Allerlei dingen om ons heen hebben daar natuurlijk behoorlijk invloed op. De sanering van de Roonse stort is er zo een, die natuurlijk een enorme impact heeft gehad. Als je hier naar buiten kijkt, zie je het al. Sommige mensen zijn er ook weer van geschrokken. Wij denken, we hebben zo goed mogelijk rekening gehouden in goed overleg met provincie en gemeente. Met wat we hier in dit gebied ook wilden doen. Dus hier zijn dingen aangelegd die wij uiteindelijk ook van plan waren, zo goed mogelijk op elkaar aangepast. En ik denk dat dat in de loop van het jaar best wel interessant is om te kijken wat voor groen komt daar nu. Ook stukken die wat lager afgegraven zijn. Dus dit is een pracht van een project om daar in elk geval al te kijken, hier in de Zegepolder, wat gaat er hier gebeuren. Wij hebben ook in goed overleg met de boeren in onze coöperatie, zijn we voortdurend aan het kijken, kunnen we nou stappen zetten naar een natuurvriendelijker landbouw. En afgelopen jaar is het al gelukt dat op 3/4 van hun gewassen ook geen insectenbestrijding, geen chemische bestrijding voor insecten is toegepast. Dat is best riskant soms voor de boeren, kan inkomensschade opleveren, dus daar hebben we ook afspraken over. Het is één voorbeeld hoe voortdurend wordt geprobeerd toch al stappen verder te zetten. En wat ook erg leuk is, en dan moet u van de zomer nog maar eens een beetje rondkijken, er komen steeds ook nieuwe gewasjes bij. Gewassen die eigenlijk een beetje vergeten waren. En we kijken er ook een beetje naar als het enigszins kan dat dat dingen zijn die een beetje goed in de markt staan. Maar we zijn ook volop bezig om te kijken, kunnen we nou dat buitenland van Roon ook promoten in de markt van producten lekker dichtbij. Want er wonen zoveel mensen om ons heen. Dus dat is één traject wat we aan het doen zijn. Andere leuke is wel, er zijn ook gewassen bij die er in de zomer prachtig uitzien. Ik zag op de lijst nu koolzaad terugkomen. Ik kom uit een gebied in de polders waar we vroeger zelfs een koolzaadroute hadden, omdat het zo mooi was om dat te zien. Lupine staat er weer op, allerlei soorten bonen, dat bloeit allemaal prachtig. Dus hou het van de zomer maar even, het voorjaar maar eens in de gaten. Er komen prachtige stukjes bij. En ook daar zien we dat die zogenaamde natuurakkers in toenemende mate een functie hebben die je ook terugvindt in de natuur. Daar doen we tellingen, bij de vogels, bij de insecten enzovoort. Het is allemaal nog niet spectaculair. Ik ga je helemaal niet voorhouden dat dat nu allemaal al meteen al geregeld is. Maar de ontwikkeling zie je wel. En je staat er, ik moet u eerlijk zeggen, soms van te kijken hoe snel de natuur, vat ik het maar samen, weet van hé, er liggen hier nieuwe kansen. En er komen toch alweer bepaalde vogelsoorten die hier niet of nauwelijks meer voorkwamen en we zien ze ineens terug. En dat is een beginnetje. En we hopen dat dat gaat doorzetten. Dus zo willen we er iets moois van maken. En dan, en dat is eigenlijk de andere tak waar we mee bezig zijn, is er ook steeds meer mogelijkheid voor recreatie. Dat is nu nog beperkt. Maar ook daar weet ik dat een aantal ondernemers belangstelling hebben. En als het hier heel mooi wordt en je kunt hier leuke dingen doen, dan wordt het ook steeds leuker om voor recreatie hier met bed en breakfast of wat u maar bedenken kan. Lekkere koffietent, even fietsen op zondagmiddag, u kent het wel. Nou, dat soort dingen willen we natuurlijk allemaal gaan faciliteren. Daarvoor moet er nog wel wat gebeuren. Binnen de coöperatie zijn we al bezig. We hebben nu een fulltime, of nee geen fulltime, maar in full office zeg ik dan maar even raad van advies. Met een aantal mensen die ons blijven adviseren. Het nieuwe contract afgesloten met de mensen die ons dagelijks adviseren, die hier ook al bezig waren.
Je kent ze wel vanuit de SOFON van de mensen met de vogels en de Louis Bolk Instituut enzovoort. Landelijke organisaties die veel ervaring hebben op dit terrein. En wat ik een heel belangrijk traject vind, en ik kijk daar, ik zie de burgemeester vol belangstelling deze kant op kijken. En ik kijk vol belangstelling naar haar. Want wij moeten eens kijken of we dit jaar eigenlijk ook het bestemmingsplan kunnen vernieuwen. Er ligt hier een bestemmingsplan. En toen dacht men nog dat dit een moeras moest worden. En wij weten inmiddels, nou dat wordt het dus in elk geval niet. Nee, maar het moeras is een heel getekend deel. Nou, in elk geval gaan we dat ook niet doen. Geeft ook niks wat het in het verleden was. Maar in elk geval dat bestemmingsplan wat er toen gemaakt is, dat spoort niet met wat we nu met z'n allen aan het doen zijn. En we moeten zorgen dat het een en ander niet belemmert. Dus dat is een flinke uitdaging. U weet hoe het gaat in Nederland. Wet en regelgeving, overheden enzovoort enzovoort. Inspraak. Moet allemaal gebeuren. Gewoon netjes doen. Maar we zijn er nu volop mee bezig. In goede samenwerking met de gemeente. Ook de provincie werkt er volop mee. Dus dat is een uitdaging, denk ik, die we proberen dit jaar rond te krijgen. Vanmiddag is er hier van alles te doen. En Annette gaat u dat nog even uitleggen. Die probeerde mij dat te vertellen. Maar ja, ik vergeet dan toch weer de belangrijkste dingen nog. Ik waarschuw je voor dit kistje. Ja, kom even. Ik ben er al met één been doorgezakt. Oké. Maar ik wens u een bijzonder fijne, gezellige middag met elkaar. Kijk even wat je wilt doen. Workshop, klein voettochtje buiten, leuke dingen met de kinderen. Annette gaat het u nog even uitleggen. Fijn dat u er allemaal bent. En graag binnenkort ook weer tot ziens bij een andere gelegenheid. Hier komt Annette. Spannend. Ja. Nou, goedemiddag allemaal. Nou, inderdaad, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Nou, Gerard noemde al een aantal gewassen die wij hier op het land telen. En naast dat ze mooi bloeien en een mooi uitzicht geven, is het natuurlijk ook prettig als je ook weet als ja, omwonende van, goh, wat kan ik nou eigenlijk met die producten in mijn keuken? Want als we koolzaad hier telen, ja, wat doe je daarmee? Dus we dachten dat het wel leuk was om bij deze nieuwjaarsmarkt vooral eigenlijk ook voorbeelden te laten zien wat u kunt doen met de producten die wij hier op het land telen. Vandaag hebben wij daar in de hoek dus ook Colzaco staan. Maakt koolzaadolie en die kan precies vertellen hoe dat proces in zijn werk gaat, maar u kunt natuurlijk ook proeven. In die hoek staat Wouter Bijl. Wouter Bijl die heeft een ciderwinkel in de Veenhoeksloods in Rotterdam. En dit jaar is hij met de appels van Buitenhof aan het experimenteren. Nou, hij gaat u alles laten zien over hoe cider wordt gemaakt. En ook daar kunt u proeven. We willen graag akkervogels terug, wintervogels. Dus hier hebben we speciaal voor kinderen een hoek ingericht waarbij het thema wintervogels is. Vogelhuisje. Welk voedsel eet een wintervogel en nou ja, dat kunnen ze ook lekker mee naar huis nemen. En hier achter me vindt de workshop fermenteren plaats. Sander. En Sander gaat uitleggen ja, ook hoe je zeg maar, duurzaam met je groenten kunt omgaan en hoe je dat zeg maar, voor wat langere tijd kunt bewaren. Nou, we hebben mensen die zich hebben aangemeld ook voor de workshops. Misschien is er her en der ook nog een plekje vrij. In ieder geval voor fermenteren. Oh, sorry. Voor fermenteren, dat is wel een volle hoek, dus ik denk dat we daar wel vol zitten. Maar de proeverijen, daar kunt u gewoon lekker bij aanschuiven. Kinderen kunnen hier aanschuiven. En niet te vergeten, Niels, die stond net hier in de buurt, is al naar buiten. Mensen hebben namelijk ook de mogelijkheid om met Niels Gordijn mee te gaan wandelen. En dan gaat hij u in het veld laten zien welke natuurmaatregelen we treffen om dus de insectpopulatie en de vogelpopulatie te herstellen. Fijne dag. Wat we net hebben gedaan, we hebben net de appels in de mix fijn gemalen. Dus het is her en her nog wel, weet je, nog wat grovere stukken, maar dat is op zich prima. En wat we nu gaan doen, we gaan eigenlijk kaas, het heet kazen maken. Er zit een plaat, er zit een frame op. En daar doe je de doek in. Eigenlijk een hele traditionele manier van cider of appels persen. Vroeger deze met stro.
Dan heb je dus een hele rij stro, leg je dan neer, dat vouw je dan om. Ja, dat is allemaal wat bewerkelijker dan een doek. Kan wel, het geeft net een beetje smaak, maar dit formaat met stro, dat wordt niks. Maar die doeken werken heel erg goed. Dus, kijk, ik zeg, schep hem vol. Zo'n luxe hoor, zo'n assistent. Cinemaakassistent. Ja, maar ja, het zijn appel uit het buitenland voor hem. Ja, ja, nee, dat weet ik. Met de buitenlandse appels zou je het natuurlijk niet doen. Nee, voor nooit.